Ja, jongens, goedemorgen. Die camera vindt het zo irritant. Ja, ik ga nu naar de IKEA. Mijn moeder en mijn zus zijn daar ook naar onderweg. Gaan we alvast oriënteren voor het opbergsysteem waar wij onze kast willen bouwen. Dus eigenlijk een walk-in closet. Klein, we wachten nu niet een balzaal. Alles is budget, wat je gaat zien. Ik ben te vroeg. Ja, ik was net aan het editen. En toen zag ik dat alle beelden heel schokkerig waren. Dat heb ik volgens mij nog niet eerder gehad. Maar dat heb ik wel eens bij andere vloggers gezien. Ik herinner me dat de instelling bovenop verkeerd stond. En de zon schijnt, hè? Halleluja. IKEA broek. We beginnen even lekker met een bakkie. Kijk, daar zijn ze. Het team. Ja, je huis weer op orde. Ja. Dit zijn twee organisatie-experts. Ja, het huis weer op orde heb ik nog nooit gezien. Is dat dat ze al die spullen uitgebreid neerleggen in die gymzaal? Nee. Mis ik iets? Ja, je mist iets. Ja hoor, zo. Oké, ja hoor, tuurlijk. We zoeken dus ook een gordijntje als scheidingswand tussen de kledingkast en ons bed. Nee. Nee? De kleur kan compenseren voor bad energy. Ja. Dus mijn groene bank moet weer terug. Ja, ik weet het niet. Ik moet eerst het rastertje maar even eroverheen leggen. Ja. Ja, dit zou, wat Suus zegt, kan dus eventueel boven die kledingkast. Ja. Eigenlijk is het dit hoekje dan. Ja. Dit is dus de scheidingswand. Tenminste de kast die we dus kunnen overnemen van vrienden die we als room divider gaan inzetten. Ik zie het lekker om aanpakken en dan... Oké, okay, helemaal zo... Meelopen om halen. Ja. Mijn moeder vindt dit mooi. Ja, prachtig. Ik hou heel erg van gekleurd glas. Ik neem er één mee. Eén? Oké. Ik ga even gewoon één voor mezelf. Oké. Okay. Ja, dit is ook prachtig. Dit is wel ideaal voor jouw supplementen, Suus. Nou wordt het je toch moeilijk gemaakt. Oh. Waar gebruik je dit voor? Oh, kijk, hier voor gereedschap. Ja. Ja. Oh, la in te vullen, ja. Heerlijk. Ik woon in dat gele huis aan het begin van de ree. Kijk, we zijn even aan het kijken om de handgrepen van de keuken eventueel te veranderen. Maar dat is een lange termijn project, hè, jongens. Alles wat ik hier nu noem is niet meteen vandaag, maar... 35 de hakkas knopjes, 4 euro per knopje. Ja, dan geef je het een hele andere look. Ja. Dit vind ik eigenlijk ook nog wel geinig. Maar dan heb je weer twee gaten. Twee gaten. Moet eigenlijk één, ja. Maar je kan altijd één bijboren. Vind je het leuk hier? Ja. Ja? Ja. Ik wil een car. Oh, we gaan zo naar beneden. Na 3 uur lopen. Dit is dus het systeem wat ik zo voor me zie. Dit is toch heel mooi? Ik vind dit heel mooi zo. Dat je alles zo ziet. Ja, maar hier zou het fijn zijn. Kijk, daar gaat het helemaal niet tot 42. Is dat 42 houden. Kijk, dit is een landelement van 2 meter. En dan is dat landelement ook nog korter. Mocht hij straks thuis komen, dan houdt hij ook deze. Deze gaat echt helemaal van het andere. Ja, en ik kun je afstellen, man. Hoe hoog je plat dat is. Dit is ook best wel mooi. Ja. De obsessie voor dat grijs ook weer. IKEA klassiekers, oh ja. In het klein. Ja. Dit is toch niet normaal leuk bedacht. Ja. Deze ook, dit kussen, iedereen kent het. Ja. Dit bankje, iedereen heeft het gehad. Deze Billy kast, iedereen heeft hem. Dit model heeft Sydney, hè, in de tuin, in het blauw. Heel leuk vind ik dit. Wij zijn beneden aangekomen, we pakken een karretje. En hier hebben we van alles nodig. Mijn zus heeft hier van alles nodig. Ik dus niet echt. Ik wilde alleen kijken naar die opbergkasten.
Gebruik jij die ook echt, man? Dagelijks. Nee. Mijn yoghurtpotje open, dan gaat die grote blauwe op. En gewoon een klein. Ja. Ja. Ik vind het wel een beetje vieze koelen altijd, maar het is wel schoon. Ja, ik pas. Hier is eigenlijk gewoon alles leuk, hè? Hier wil je wel alles, kan ik alles wel pakken. Wat is dit voor heerlijks? Och, wat mooi. Wat mooi. En de banden, wat fijn. Dit zijn de mooiere dingen van het leven. Hé, hey, je reismand. Een rode reismand. Jasmin. Zij heeft wel een giga keuken, denk ik, als ze dit allemaal kan stallen. Heel fijn. We zijn afgelopen. Een soort van memory aan het doen hier. Ja, we moeten fijn. Allemaal dingen hebben. Oh. Rood is 1 liter. Dat is 2 liter. Dit is 1 liter. Deze, denk ik. Deze. Kijk, dit vind ik leuk voor Richie. Want die gaat straks eens naar kantoor. Dit is net te slap, vind ik. En dit is moeilijk open te maken. Dus zoiets ga ik gewoon bij een ander merk zoeken. Hier zijn we aan het kijken naar zo'n scheidingsgordijn. Ook leuk dat er was. Ja, en daar zit zo'n randje boven. Oh. Maar is dit met gaten of met haken? Nee, gaten. Dat is goed, want we willen zo'n ijzerdraad spannen waar het overheen gaat. Oké. Okay. Nou, is dit een kanshebbertje? Moeten we er 2 of 3? En ook leuk dat die rand afgewerkt is. Gelokt, ja. En wat is het voor materiaal? Katoen viscose. Okay. Dus het is approved. Ja. En roze vind ik ook wel erg mooi. Zeg dat nog eens. Ja, ik zat hier even kijken, denk ik. Ja, ik denk, wat is dit? Is dit gewoon? Inderdaad, als je lekker op de bank wil, nog wel je theetje wil kunnen pakken. Maar... lopen? Ja. Dus je kan nog naar de wc, maar je hebt het wel lekker warm. Kijk, hier hangt die. Leuk. Kijk, hier val ik natuurlijk meteen weer op zo'n gekwilde stof. Heerlijk. Dit is dan door verhitting, denk ik. Nee, dit is ingebreid. Zo'n mooie kussenhoes. Maakt een kussen natuurlijk ook net ietsje dikker, wat wel lekker is. Zeker weten deze niet? Kijk jongens, daar staat hij. Het is hier weer heerlijk. Allemaal mooie dingetjes. Lekkere opbergetjes. Ik ben al geobsedeerd met dit grijze verhaal. Dan kom ik het weer tegen, maar ik heb het al. Wasmanden en zo, dat doe ik wel als we er eenmaal wonen. En dat ik dingetjes kan opmeten hoeveel ruimte ik precies heb. Kijk, lekkere donut. Laatste. Mooi. Dus niet een zachte landing. Geen lekker speelkleed. Nee, zeker niet. Maar wel lekker groot. Ik zie niet die knietjes op te gaan of zo. Nee? Met jouw natuurlijke vibe hier. Ik pak alleen maar natuurlijke dingen nu. Want zij de hele tijd in die natuurhoek zit. Waar zijn mijn fluo's? Dit vind ik ook wel mooi, maar te klein. Het moet echt een gigading zijn in dat huis, hè? Ja. Anders valt het helemaal weg. Daarom viel ik op deze mega lab. Ja, die hele hoek met persies, dat hoeft niet. Alhoewel, zo'n blauwe kan wel mooi zijn. Dit vind ik wel leuk met één zo'n klein werkje in het midden, hé? Ja, super. Geweldig, dat ene friemeltje daar. En hier zit er nog één. Dit is mooi, hé? Echt heel mooi. En heel rijk, maar ja, wat kost dit? Hier ligt die. In verschillende maten. Ja, 9 of 12 moet ik dan zelfs. Maar prachtig, dat indigo met die houten vloer kan heel mooi zijn. Ja, 100% mooi. Lekker zacht. Ja, dan wil ik het dan wel als housewarming gift, ja? Ga maar vast collecteren. Oh, daar hangt hij ook. Hij is een Hij is heel tinten. Mooi. Hè? Dat beetje indigo, een beetje gemaleerd. Nou. Mijn moeder wil nu deze kopen. Nee, maar die is wel heel betaalbaar, ja. Vind je niet? Maar het ruikt hier wel heel erg naar geiten. Geitengeur. Geiten? Ja, geitenhaar. Afghaanse... Ja. Berggeitjes. Oh, daar ook. Oh, nee. Oh, ja, zo lelijk is het niet, maar nee. Het heeft niet de beleving van mijn kleed. Kijk hier. Ze hebben veel goeie, hè? Ja. Maar dat dit al zo betaalbaar is, dan denk ik, maak dit nou gewoon voor mij dan in 4x4.
Maar dat is het nooit. Het is altijd zo klein. Ja. Ik vind dit wel mooi qua kleur. Die was wel? Ja, die is goed toch? Die is lekker. Welk maat? Ja, mam, jij hoeft dat echt niet te gaan doen. Nee, maar ik vraag me af hoe groot dat is. Nee. Nee, daar gaan we gewoon rustig voor sparen. Ja. Dat komt wel. Ik weet niet hoe groot het is en dat moet ik ook nog opmeten. Dus daar heb ik niet. Hij leek gewoon groot. Okay, ja, ja, hij zag er goed uit qua maat. Veggie hotdog. Nou, mijn zus heeft dus voor haar en haar schoonzus alles gekocht. En wij gaan nu even lekker dit pikken. Voor 50 cent per hotdog. Even saus erop, dat is ook heel belangrijk. Die uitjes, dat gaat het hem doen voor ons met onze vega dogs. Want verder is het niet te eten. Jawel. En hier dit. Yes, jongens, ik ga naar René. Het is hoogste tijd. René gaat jullie zo vertellen wat ze gaat doen met mijn haar. Doei. Have a nice day. Thanks, babe. Bye. Say hi to René for me. Ja, doe ik. Doei. Ja, daar ben ik precies aan. Hoi, goedemorgen. We hebben net de grande onthulling gedaan op TikTok. René is de verf aan het mengen. Lekker geluidje. Ja, echt hè? Halen. Zeg dat nog één keer. We gaan de winterdepressie uit je halen. De laatste keer dat ik jou gekleurd heb, was november of zo? Ja, ver nog, zeg maar, voor kerst. Want met kerst hebben we alleen maar krullen gedaan. Ja. Geborreld en leuke mermaid curls gedaan, waar ik heel veel complimenten op kreeg. Ja, dat was ook echt wel een heel leuk hoekje. Dus ja, kleur hebben we echt gewoon... Ja, en dat is ook echt te zien met mijn grijsjes. Die zitten overal. Ja. En ik heb heel erg zin in het blond. Dus wat voor soort blondje doen we? Ja, ik denk dat we wel lekker fris gaan, dus niet te koel. Dat meer gewoon echt clean, creamy blond wordt. Maar ja, als het goed is, komt lente en zomer er natuurlijk aan. Dat we gewoon even wat frisheid doen. Ja, dus ook dat als je dan die eerste zonnestralen over je gezicht heen krijgt, dat het gewoon mooi complimenterend, niet dat het grauw maakt. Ja. Maar we gaan dit wel even lekker, vooral die voorkant. En vooral deze kant, de zijkanten, die slapen. Niet normaal. Hebben we er ooit zo lang tussen zitten? Nee. We zitten erin, jongens. Dit is zo'n lekker gevoel altijd, dat je helemaal weer opgelicht wordt. Heerlijk. We gaan de wolfkant doen en die gaan we dan iets versterken hier aan de bovenkant. Want dat werkt bij jou, dat er iets meer volume bovenop zit, zodat je dat tangetje iets minder hoeft te gebruiken. Ja, en zo is het, hè? Zo werkt het. Ja, iets minder tangetje. Ja. En dan lekker een beetje lokje, beweging. Ja. Ja, ja, heerlijk. Zin in? Ja, helemaal zin in. Een half jaar geleden dan, hè, dus dat ik hier was. Nee, niet een half. Je overdrijft weer. Ja, dat is toch leuk? Voor vijf maanden. Dat vind ik gewoon een half jaar. Ja, dan ga ik even mijn boeken. Jongens, ik zet hier even een hele dikke slow motion in die René en ik samen hebben gemaakt. Van ons haar dat we aan het shaken zijn en het is zo niet normaal. Ze heeft alles in naar voren gefeund. James Fonda, zei ze. James? Nee. Jane Fonda waarschijnlijk. Dus ja, dol blij weer.
Oké, ik ga naar huis. Doei!